Wie is Dogbol? Dogbol is een artiest eigenlijk die hoofdzakelijk muziek maakt, maar die ook schildert en boek schrijft. En ik heb die en theater ook, ja. Okay. En ik heb die voor het eerst ontmoet eigenlijk op tv, terwijl dat ik denk ik een jaar of 10 geleden zat lusteloos te zappen en kwam op een RTBF terecht. En daar was er een grappige gast eigenlijk, die heel slecht liedjes in het Frans zong. Hij begeleidde zichzelf daarbij op gitaar. En ik zei, allee, hoe is dat niet mogelijk van zo'n slecht Frans te zingen eigenlijk, dat moet toch wat speciaal zijn. En toen bleek dat Dogbol was, die ik niet kende, maar dat hij zijn nummers in het Frans liet vertalen door zijn laptop. Dus hij had zijn laptop bij de hand. En hij zong letterlijk wat als zijn laptop hem influisterde eigenlijk. En dat vond ik eigenlijk op zich al een serieus artistiek statement eigenlijk. En dus ben ik die gast gaan googlen en toen kwam ik op zijn site terecht. En nou, ik was verbaasd ook dat hij ook tekeningen maakte en schilderijen en zoiets. Ze doet dat goed in dat interview, omdat die teksten zodanig fris zijn en grappig zijn en helemaal niks mee te maken hebben met potentiële luister of draaibereidheid. Toch zijn het allemaal hits, hè? En toch zijn het allemaal hits. Als je het een keer hoort, is het een hit. Dat vind ik ook wel fantastisch, eigenlijk. Dat is iemand die hits schrijft zonder dat ze gedraaid worden op de radio. Maar wel op onze radio, hè? Ja, onze radio wel. Des te meer, dan moet ik je luisteren. En ik heb ooit met hem samen schilderij gemaakt, zelfs. Tadaa! En wat ook grappig is aan Dogbol, is dat dat een Amerikaanse muzikant is die veel met Belgen speelt. Hey? Ja, absoluut. Die kennen we. Die komen ook allemaal optreden in de Vooruit. Nee, je moet echt gaan. Wanneer is het, Sarah? 9 april. 9 april. Gratis. Ik ga ook gewoon trouwens. Ja. Okay. Met allemaal, hè. Jij ook, hè. Is het gratis? Het is gratis en voor niets. Mag je dan voor niets bij? Ja. Nee, jij moet betalen, boos. Kom.